En daar ben ik weer. Ik moet wat nou gaan raden. Wat is dit dan? Dit is helemaal niks. Holy shit, wat is dit? Oh, ik kan gewoon niet raden. Oh jawel, ik weet het. Ik zie het al. Ja. Ja, dit is wel fucking moeilijk. Die mij is weer fucking makkelijk. Wel mooi gemaakt, trouwens. Ik heb geen idee wat het is. Dacht ik ook. Huppatee, jongens. Klaar. Huppatee. Oh. Nee, ik heb echt gewoon geen idee. Wauw. Toen ik het moest maken, ik weet niet of je die van mij hebt, maar toen ik het moest maken, toen dacht ik echt van, oh man, hoe ga ik dit maken? Pak net bij de mijne, bij de tweede. Ik heb het gevoel dat het een ijsje is, maar ook weer niet. Niet zeggen, niks zeggen. Please. Als je zegt dat het een ijsje is, dan vraag ik me echt af of je de mijne hebt. Please. Maar als je het echt niet weet, wat moet je dan doen? Ja, gewoon iets raden waar het meest op lijkt. Gewoon beschrijven wat het is, waar het op lijkt. Een soort van. Maar hoe kun je winnen? Hoe kun je dit winnen? Het lijkt echt nergens op. Nee, het is gewoon voor de lol eigenlijk. Maar je ziet, zie je dadelijk alle dingen? Please. Ja, gaan daar kijken. Iemand moet me uitleggen wat. Oké, als je het filmpje terugkijkt, wat ik nou om cirkel? Wat in godsnaam? Is dit de laatste ronde? Moet dat zijn? Nee, denk ik niet. Ik denk het wel. Geluidseffecten. Oké, dat is wel vet. Dat is wel echt vet. Dat zou waarschijnlijk van Ben zijn, want die heeft vast redstone. Ja, ik denk van Ben inderdaad. Altijd. Ik hoorde geluidseffecten. Of nee, dat was een M-pil. Dat was mijn M-pil. Oh shit. Wat een cheater. En nu? Nee, niks. Ik kom gewoon weer terug erin. Niks aan de hand. Ik ben niet... Waarom? Ik ben niet geteleport. Ik ook niet. Wat? Misschien gaat alles weer overnieuw. Oh, ik druk niet... Wat? Er zijn twee mensen klaar, staat er. Ik heb op de knop gedrukt, dat is niet goed. Waarom knop? Heb ik... Dit gaat niet helemaal goed, wacht. Ik zet wel even iedereen op ready. Maar waarschijnlijk ga je dan gewoon... Moet je dan iets raden wat leeg is. Dus... Oh, dan kun je weer opnieuw invullen. Iedereen was klaar, hoop ik. Ja, mooi. Oh, nu ben ik weer bij mijn eerste. Ja, ik ook. Ja, ik ook. Oh, hij is ook al gemaakt. Even allemaal naar Stefan. Is alles al geweest? Wacht, ik kijk even of alles al gebouwd is. Oké. Ja, ik zie het wel. Ja, alles is al gebouwd. We zijn klaar. Oké, die van mij is perfect gelukt. Oké. Iedereen even naar... Zullen we even alles langslopen? Iedereen even. Waar beginnen we? Doe maar bij mij. Bij Stefan. Ja, is goed. Iedereen nou, ik zie al wat het is. Waar is schaar, het? Jongens. Yes. Sowieso schaar. Yes, dat heb ik goed gedaan. Ja, dat klopt helemaal. Nou, doorgaan. Hoe gaan we naar de volgende? Het is makkelijker als je niet bij die begint, maar oké. Hoe gaan we naar de volgende? Hiernaast. Aan deze rechterkant. Ja. Nee, gewoon hier deze rij afgaan. Dit is een vechtmachine. Gewoon verder gaan bij Stefan. Ik heb een papiertje eruit gehaald. Oh, jongens. We moeten hier gaan naar deze. Kom. Kom, we gaan hier naartoe. Waar zijn we? Welke? Dirk had gelijk, we gaan eerst mijn rij af en dan de rij langs mij en dan de andere rij. We gaan per persoon af, oké. Okay, dit is een, deze kon ik direct raden, ik weet niet wie iemand gemaakt. Dit is niet van mij, what the fuck. Dirk, ik snap jou niet meer. Wat? Maar dit is... Ja, dit is nog steeds, dit is de rij van jou. Oké, wacht. Wie heeft de schaar bedacht? Ik had de schaar. Oh nee, niet bedacht. Ik had hem bedacht. Nou oké, dan is dit dus jouw rij, Ruben. Kijk, eerst was het dus deze schaar. Schaarkraan. Ik weet niet wie heeft geraden daar, maar... Ik ben nooit met een kraan aangekomen, sorry man. Maar dit is echt een kraan hier hoor. Ja, het is een kraan. Oké, van wie is die kraan? Wie had hem bedacht en wie heeft hem gemaakt? Daar lijkt het niet op een kraan. ik vond die wel Stefan op een kraan lijken. Die van mij? Op zich. Zo kijk. Had ik een kraan? Oh ja, ik zie het. Ik zie het, zo'n huiskraan van de noem je dat? Oh, nee, ik had er echt waterkraan. Wauw, dat is ook wel fantasie. Ik vond het best wel een goede normale schaar. Nou, zullen we verder gaan? Maar in ieder geval, dan gaan we verder naar de volgende. Het is een kraan. Dus, en waar heeft hij geen gedaan? Kijk, dit is ook... Oké, dit is ook best goed gedaan. Dit heeft gewoon exact dicht gekopieerd. Ja, maar of niet. Maar kijk, hier is het rood en blauw. Ik heb alleen het woord opgeschreven. Eigenlijk misschien is echt nog teleporten naar dit hier. Naar dit hier, zo. Dan kon je zien wat het is geworden. Oké, en dan gaan we nu naar die hier links van met de zombie, please. Ja? Oh, de zombie. Ja, begint daarachter. Oh, die zombie is van mij. Nou, die ziet best netjes uit. Dat is wel heel erg duidelijk. Wat is die eerste? Waarschijnlijk was deze van mij. Ik had verzonnen. Dobby. Dobby? Ja, ik heb Dobby daarna opgeschreven. Ik wist niet hoe ik dat moest maken.
Ik moest hem als eerste maken. Ik had niet slecht. Alleen hij had op zich wel. Ik heb toch echt Dobby getypt. Ik denk dat we dat sokken in of zo. Hoezo is Dobby groen? Het is nergens Dobby groen. Ja, wat ik hel. Kan het echt niet herinneren. Hier is het in één keer zo'n monster of zo. Ja, hier en dus, is hij wel wat minder. En toen, moest ik een zombie maken hier. Ik had al sokken. Ja, die zombie, zijn handen zijn een beetje raar. Hij is in het. Ik kan die bouwen. De zombie is een beetje raar met zijn handen, jongens. Oké, dan gaan we nu naar de rij daarnaast. Dan beginnen we weer bij de eerste. Dus het is zeg maar. Wat was de uiteindelijke guess? Zombie? Ja. Oké. Oké, wat is dit? Even kijken, hier, wat ja, zou ik hiervan maken? Ja, ik heb deze rij gehad, dus ik weet het. Oké, ik denk een. Wat sleutel. Een sleutel, denk ik? Nee. Maar dan? Ik weet niet van wie het is, maar ik weet wel wat het is. Wat is het dan? Het hoort een gitaar te zijn. Dit hoort een akoestische gitaar te zijn. Wauw, dat zou echt een mooie vorm akoestische gitaar. Ik weet niet wie het heeft geraden, maar een akoestische gitaar. Nee, ik had gewoon gitaar opgeschreven, jongens. Ja, moet je maar naar de volgende kijken, want toen heb ik akoestische gitaar. Mijn gitaar is echt prachtig, die is hierachter. Is dit de laatste hier, dit? Kijk die strings, Oh, kijk die snaren. En de laatste dacht sleutel. Kijk, ja, dit is ook wel een sleutel. En maar bij deze maakt. Hier is een sleutel. Ja, bij deze was het al sleutel. Ja, maar dit is ook wel een beetje een sleutel, maar er zitten strings aan hier van die redstone, van die strings hier. Oké. Hier zitten strings. Gaan we nu verder met de. Ja, maar die vallen niet op. Ja, wat is dit? Dit wist ik echt. Een hartje met twee creepers erbij zitten. Ik dacht liefde. Ja, dat dachten ze ook. Het was creeperliefde. Oh, jongens, we moeten wel normale dingen doen. Ik vond best uiteindelijk was het bij mij Valentijnsdag van gemaakt. Nou, ik heb het eigenlijk pijl en boog van gemaakt. Ik had geraden bij deze. Helemaal bij de aller. Oh, die tweede is al mooi. Ja, die is al best mooi. Hier had ik Valentijnsdag geraden. Alleen hier de allerlaatste. Die allerlaatste met de roze. Die roze, wat is dit? Ik vind het fijn dat je mijn manier van kunst accepteert. Wat was het geworden uiteindelijk? Chill. Wacht even. Ik ga er Valentijnsdag van maken, dus ik dacht van, oh, hoe ga ik dit doen? Wat is pijl en boog geworden uiteindelijk, wauw. Ik dacht, een pijl en boog, hart, pijl, ik wist het echt niet. Nou, deze had ik gekregen. De banaan. Ja, de allereerste is voor mij, die is wel echt gewoon pro gemaakt, weet toch. Ja, dat is een goede banaan. God, non de jus, goede banaan. Moving on to de andere banaan. Ja, die is best wel triest. Die is wat minder. Oh nee, wacht, die is ook best wel. Ja, die is wat minder groot, maar oké, wie? Die is te Speed doen. 2. Oké, deze is wel vet. Oké, okay, en dit is mijn banaan. Die is een beetje verrot. Dat is meer de peer. Ik vind een banaan. Ja, ik zou de banaan uithalen. En wat is het geworden uiteindelijk? Banaan, toch? Banaan. Oké, nou de volgende. Ik ga het laatste hokje kijken hier. Oh, dit is mijnde. Dat weet ik sowieso. Wat is het? Wat is de eerste? Een vechtmachine. Een vechtmachine? Die had ik gemaakt. Oh ja, dit is gewoon Wally met een diamond zwaard. Dat is te zien aan machine met IE. Oké, en daarna dacht ik, nou, ik haalde uit die van Ruben haalde ik Wally. Ja, ik had het mooi, want ik moest het maken. Wat stond er op jouw briefje? Ik had hier Wally geraden bij de vechtmachine. Ah, nou, dan eindigde die best goed. Wat, maar hoe lijkt die eerste? Ja, die is best kast door die eindigt. Ja. Ah, maar. En de laatste, ja die vind oh, ik de laatste, raar. De laatste heb ik gemaakt. Kruis was de laatste. Mooi, want ik wist echt niet hoe ik de mijne moest... Maar wat, okay. Was, wat is de eerste? Dit snap ik echt niet. Dat is natuurlijk kruis, maar ik, niet van mij, maar... Van wie is het kruis? Kruis. Wally met... Wally... W-A-L-L-I. Wie heeft daar gespeeld? Oké. Ik had wall-i, dus E, dus... Ja, ik ook. Zo, want zo moet het ook. Maar dus... Oké, dat was kruis, ja. Kruis, ja? Ja, ah, ik heb geleerd dat een kruis zo was. Oh, grap. Ah, kijk, ik een heb kruis, dit is wel. Graf, ik had er een graf van. Kruis. Nee, dit is een kruis bovenop een berg. Oftewel, kijk, een Jezus verwijzing. Ja, ja maar dit ziet uit als een graf. Dus daarom... Ja, ik had een graf van gemaakt. Hoezo is dat een graf, klopt. Jongens? Nee. En nou was hij een graf. Ja, en toen heb ik geraden, dit was de laatste van mij. Toen had ik geraden, graf. Ja, oké, dat is wel echt een graf. Alleen, voor mij was gewoon geen graf. Dat was gewoon een kruis op een berg. Nou, we hebben alles nou gehad, of niet? Ik denk dat ik op mijn gaaf of zo. Oké, nou. Dan denk ik dat het heel mooi was voor deze keer. Dan dag, dikke doei iedereen. Houdoe. Houdoe.